Goedendag lieve mensen, zowel in Suriname als in Nederland. Welkom bij het gesprek met Diaspora VHP Vrouwen, mede mogelijk gemaakt door Amor FM. Vandaag verwelkomen we Merlin Trustful, nummer 1 DNA-kandidaat voor VHP in Coroni. Hallo Merlin. Hallo Gayatri, hoe gaat het met u? Goedemorgen, zou ik nog zeggen aan u. Ja, het is nog goedemorgen in Suriname, maar tegen de tijd... hier ook, maar het wordt op een later moment uitgezonden. Ja? Okay. Ja, met mij gaat het goed, maar hoe is het met jou? Nou, ik doe mijn best hoor. De campagnes van hier zijn vlot. En we gaan de goede kant op. Het gaat. Ja, oké. Je hebt er wel vertrouwen in. Ja hoor, helemaal. Helemaal 100% vertrouwen, Kaitri. Ja. Helemaal vertrouwen. 100%. Nou, hartstikke goed om te horen, Merlin. Nog maar een paar dagen te gaan en dan weten we het zeker, hè? Ja hoor, en daar gaan we. Is nog een hoeveel dagen? Vandaag is al donderdag. Yeah. Dus het rest er nog, volgens mij, als ik het goed heb, vrijdag, zaterdag, zondag, nog 3 dagen te gaan. Ja, klopt. Hey, voor ons gesprek had ik je gevraagd om een onderwerp van je hart aan te leveren. En je hebt gekozen voor hoe is Coroni en wat je voor Coroni wil betekenen. Waarom gaat... Ik kan wel vragen waarom gaat Coroni je zo aan het hart, maar dat is wel duidelijk. Je snap je? Ik bedoel, je woont daar, je ziet de omstandigheden en je voelt dat er toch wel iets gedaan moet worden. Vertel het eens, Anno. Ja. Nou, Gayatri, kijk, om eerlijk waar te zijn, kijk, na alle politieke partijen die Coroni voorbij gaan zijn, moet ik eerlijk zeggen, zeg maar, het is hoog tijd om dan VHP de kans te geven om... dus die stilstaan wat wij hier leiden in Coroni tot het verleden te laten behoren. Want je ziet, Coroni is een, niet op alle gebieden, maar ik zeg van, als je all around moet kijken, vind ik toch wel dat er nog veel gedaan moet worden voor Coroni. Het gaat, hier wordt gezegd, het gaat echt niet nog naar wens bij Coroni. Dus er zijn een heleboel dingen die opgepakt moet worden in Coroni. En ik zie het zitten binnen de VHP. Als je moet kijken naar bijvoorbeeld op bepaalde gebieden natuurlijk. Mm-hmm. En daarom vind ik van dat het niet goed gaat met de Coroni. Het kan beter. Het kan beter. Mm-hmm. Het kan beter. En als ik zo moet kijken naar de beleidsplan van VHP. En dan zie ik van dat met de VHP dat we redding kunnen brengen voor Coroni. Om Coroni te halen uit de uit deze achteruitgang die wij leiden. Ja. Of hoe je uit die stilstand te halen die wij nu op dit moment leiden. Mm-hmm. Ja, ik hoor je zeggen dat het op diverse gebieden is verslechterd. Ja. Ja? Noem eens op welke gebieden, een paar voorbeelden. Precies, kijk, over het algemeen, we weten van Coroni heeft potentie. Mm-hmm. En als we bij uitstek kijken, dan zien we Coroni een agrarisch district is. En kijk, veeteelt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Over het algemeen, iedereen weet van vroeger, Coroni was nummer 1, veeteelt. Mm-hmm. En we hebben ook bijenteelt. Toch? Okay. Visserij, dat hebben we. Maar als je moet kijken op een agrarisch gebied, dan zien we dat helemaal niet 100% is in het district. Mm-hmm. Dus als we ons gaan focussen op het agrarisch gebied, op veeteelt, bijenteelt, visserij, toch? En noem maar op. En dan zie ik, en niet te vergeten, onze koekos. Dat is vreselijk achteruit gegaan. Echt wel. Helemaal. En je weet, Gayatri, wat kokos betreft, als je
Alles kan je doen met een kokos. Vanaf die bladeren tot die stam. Je kan alles doen erin. Klopt. En dat is ontzettend, ontzettend achteruit gegaan. Dus dat moeten we ogen opkrikken. Echt wel. Ja. Dat, je weet, coronie, over het algemeen, hoofdmiddel van bestaan, zeggen ze al, coronie, kokosdistrict. Ja. Maar het is niet meer zo. Je ziet die kokospalmen staan, maar ze zijn echt vreselijk achteruit gegaan. Nieuwe aanplant moeten aangedaan worden, zie ik hoor. Mm. Echt, ik ben me niet zo echt diep gaan focussen wat kokos betreft. Maar ik weet dat als we zeg maar een stukje grond konden krijgen en een nieuwe aanplant zou doen, dan denk ik dat we toch een lieving daarin zouden vinden. Want over het algemeen weet je, in het verleden hadden we een kokospersie. Je kan nog een informatie gaan winnen om te horen hoeveel barrels olie wij per maand of per week dat via dat onze fabriek die wij hier hadden dan konden verzamelen, bij wijze van praten. Dus je ziet het. Merlin. Coronie heeft potentie. Ja, inderdaad. Ik herinner me inderdaad dat het vooral bekend staat als kokosdistrict. Want een van de dingen is kokosolie, waarmee gekookt wordt en van alles gedaan wordt. Maar nu het zo achteruit is gegaan, want ik begrijp van alles dat het vooral een importland is geworden, wordt ook olie dan geïmporteerd? Als olie geïmporteerd wordt, bedoelt u ja, van spijsolie, want vroeger maakten we gewoon zelf kokosolie, hè? Olie, ja, vroeger maakten we gewoon kokosolie. Maar we hebben andere verschillende soorten olie hier in ons land. Maar om even weer op kokosolie te komen, dan zie je wereldwijd hoe belangrijk kokosolie geworden is. Je kan het voor elk andere ding, voor haarvet, voor je huid, voor je gezicht, je weet het. En met kokos kan je ook mooie matten, je kan daaruit krijgen uit die kokosmast. Met die vezels van die kokos zie ik meneer Veller, een tomatenboer, hier in ons district. Dat gebruikt hij, hij koopt die kokosmasten op. Hij gaat ze verder malen, als ik het goed heb. En dat gaat hij verder verwerken voor zijn tomaat, voor zijn komkommer en paprika. En dan moet u zien, Gaetri, je staat er versteld van. Ja. Wat je allemaal met kokos gaat doen. Je weet zelf, print dat bezems. Ja, klopt. Dat is ook een fase. En met een, bepaalde dingen, die vrouwen die maken ook mooie oorbellen, handicraft en al die dingen meer. Dus je ziet hoe belangrijk kokos is. Dus, maar we moeten eigenlijk, we hebben die mensen nodig om hier te komen om ons, want kijk, als je kijkt naar Indonesië bijvoorbeeld, je hebt gezien daar in Indonesië wat kokos allemaal, als je moet kijken op YouTube en zo, wat ze allemaal met kokos kan doen. Maar alleen een beetje tools hebben we hier nodig om de, bijvoorbeeld die hangjongeren bijvoorbeeld, als zij die kokosbusiness aan, om ze daar op professionele wijze dan de tools te geven, de scholing te geven, hoe dat alles gedaan moet worden. Ja, dus ik begrijp dat er zowel aan onderwijs gedaan moet worden om gericht te zorgen. Ja, om gericht te zorgen dat het weer gaat floreren in coronie. Ja, dat is mij duidelijk. En inderdaad, de kokos, wat je vertelde over die man van die kokosvezels, van de bast, dat hij het gebruikt, is een soort van biologische voedingsmiddel voor de planten dan, voor de tomaten. Ja, ja, dus het is, en het is voor cosmetische doeleinden, voor in de keuken is het geschikt. Ja, de matten zoals je het noemt. Dus het is velerlei. En dan vraag ik me, en dan vraag ik me af, want niet om het een of het ander, maar ik heb altijd toch wel de indruk gehad dat Coronie een NDP-gebied is. En hoe komt het dat het dan toch zo achteruit is gegaan? Het ligt aan de leiding. Het ligt aan de leiding van de huidige regering. Kijk, als je bent daar en je doet niets voor het district. Die mensen, jij moet weten van, kijk, coronie heeft zoveel potentie. We kunnen zoveel doen. Kijk, onze bijenteelt. Dat kunnen ze gaan uitbreiden. Dus het coronie heeft die dingen al, maar is alleen de leiding vanuit Paramaribo moet die dingen brengen. Naar die jongeren toe natuurlijk een beetje scholing. En dan vinden ze van, er zijn veel hangen jongeren erop, ze doen niet. Maar
Kom even naar die jongeren toe. Kom even naar die mensen toe. Breng projecten naar Coronie. Breng zoveel mogelijk projecten naar Coronie. En dan zullen ze zien dat Coronie een stukje vooruit zal gaan. Maar als er zelf ook niets gedaan wordt voor Coronie, dan zie daar de resultaten. Merlin, wat ik bedoel is, ik heb de indruk dat de mensen daar bewust stemmen voor NDP. En het gaat, ja, toch? Die hebben gekozen voor deze regering die er nu is. Ja. Maar wat voor indruk krijg je? Hebben ze hun lesje geleerd? Of hoe moet ik het zien? Of blijft het toch wel een groot... Helemaal. Ze hebben een lesje geleerd. Ja. Kijk, we voeren campagnes. Mm-hmm. We voeren campagnes in die, elke middag. Mm-hmm. We gaan in het veld elke middag. En geloof me, Gayatri, ze hebben een lesje geleerd. Okay. Want je hoort ze praten. Je hoort ze vertellen. Mm-hmm. Zeg van, not. Kijk, bijvoorbeeld, wanneer die kinderen afgestudeerd zijn. De hogeschool, de kinderen. Toch? Wanneer ze afgestudeerd zijn, Gayatri, en ze zijn weggegaan. Willen ze niet terugkomen naar het district. Mm-hmm. Om hun krachten hier te geven. Want corona heeft niets te bieden. Dus je hoort het zelf wanneer je in het veld loopt. Zeg van, nee. Een tweede keer, een derde keer, een vierde keer. Mm-hmm. Ze gaan ons niet meer pakken. Ik heb ze ook duidelijk gezegd van het moet niet zo zijn. En daarom is corona er vandaag de dag zo. Ik zeg, kijk, er zijn zoveel dingen die ze voor jullie kunnen doen. Maar ze wachten tot het laatste moment. Want ze weten al, zeg van, ik zeg, jullie moeten... Ze zien, ik heb ze duidelijk gezegd van, kijk, ze zien jullie eigenlijk net een product. Een product in de winkel, want ze weten 10 minuten voor de verkiezing, ik kom met geld om ze te kopen. Ik zeg maar, jullie moeten afstappen van die zulke gedachtegangen. Ik zeg, want het is niet goed. Jullie moeten opeisen. Opeisen, want jullie zien waar onze district naartoe gaat. Toch? Ik zeg, dus zo kan het niet verder gaan. En ze hebben het duidelijk bekendgemaakt. Zeg van, Merlin, voor een derde term, vierde term, derde termijn, ja, hebben ze gezegd van, nee Merlin, de ruimte gaan we ze niet meer geven. Want we hebben duidelijk gezien, we hebben de voorzitter van ons, van de VAP gehoord. En daar is de partij waar Coronie nu op dit moment zijn belief moet hebben. Zijn hele, want ik leg ze uit. Ik geef ze ook de plannen die de VAP heeft met de verschillende districten, zeg maar, onder één woord met Suriname. Yeah. Ik zeg, jullie zullen de vruchten ervan plukken. Mm-hmm. Ik zeg maar, jullie hebben het zelf gezien. En ik ben blij dat jullie het zelf bekennen dat jullie de Paarse Partij de ruimte niet meer zullen geven. Want je ziet de resultaten ervan. Zie daar hoe Coronie vandaag de dag eruit ziet. Yeah. Normaal gesproken, Merlin, normaal gesproken, dan zou ik je vragen... Van wat wil jij als assembleelid doen om te verbeteren in corona? Maar ik denk dat ik het antwoord al ken. Je gaat alles doen behalve wat deze regering doet. Tuurlijk, we gaan alles doen. Kijk, bijvoorbeeld, wat ik zou willen is om de middelkleine ondernemers... Dan niet te onderzien. Dus ik wil eigenlijk wat ik eigenlijk zou willen, is zoveel mogelijk een middel en kleine ondernemers laten ons natuurlijk tot die mensen gaan praten om die mensen dan hier in corona, de kleine ondernemers, om ze de boost te geven, de tools te geven. Weet je, ik geef ze ook voorbeelden hoor, Gayatri zegt van kijk, als we kijken naar gember tegenwoordig, 70 SRD een kilo. Ik zeg, kijk zoveel land we hier hebben op een namengebied. Dus dat kan. Dus dat zou ik willen hebben om de kleine ondernemers dan te ondersteunen op dat gebied. Ja. Om corona dan. Want niet ieder kan bij de overheid gaan. En niet ieder houdt ervan om dan anderen om te zeggen goeiemorgen. Maar ze willen sommige van die jongeren willen ook hun eigen dingen hebben. Hun kleine ondernemer alles van. Dus zelf hun dingen doen. Nou, ik begrijp dus het. Dus dat zou ik eigenlijk niet van ze wat ik zou willen ondersteunen. Ik begrijp het, maar er moet nog veel gebeuren. Dat is duidelijk. Ja, en we zouden er nog heel lang over kunnen praten. Maar je hebt een helder verhaal.
Ja, en ik wil je danken voor het gesprek. Ja, Merlin. En Graag je gedaan. heel veel succes wensen nog deze laatste dagen. Hè? En Ja hoor, gaan we doen. mocht je tussentijds vragen hebben of advies nodig hebben, dan weet je me te vinden. Oké? Helemaal guiding. Ja. En dank je wel ook voor het gesprek dat we dank je wel voor het gesprek dat we hebben Ja, gehad. graag gedaan. En jij ook bedankt hoor, want je hebt veel werk te verrichten. Ik ga nu afsluiten. Diaspora VHP-vrouwen, dankt Amor FM voor het bieden van een podium aan de vrouwelijke VHP-kandidaten. Van hieruit aan een ieder een hele fijne voortzetting van de dag toegewenst. Wenst. 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 Wenst.